Studiekosten. Kosten die u maakt om uw vakkennis op peil te houden, zijn aftrekbaar. U geeft het bedrag op onder winst- en verliesrekening, overige bedrijfskosten. De uren en reistijd die u aan deze studie besteedt, tellen mee voor het urencriterium. Voldoen aan het urencriterium is een voorwaarde voor ondernemersaftrek. Als u per jaar 1225 uur aan uw bedrijf besteedt, voldoet u aan dit criterium. Studeert u om nieuwe kennis op te doen die u kunt gebruiken voor uw bedrijf? Deze nieuwe kennis is niet per se noodzakelijk om uw onderneming in zijn huidige vorm te blijven drijven. Daarom kunt u deze studiekosten niet als zakelijke kosten aftrekken. U mag ze wel opgeven als scholingsuitgaven. Dat doet u onder aftrekposten, studiekosten. Let op, de uren en de reistijd die u aan deze nieuwe studie besteedt, mag u niet meetellen voor het urencriterium. Een voorbeeld. Jaap is timmerman. Zijn klanten vragen vaak of hij ook elektra kan aansluiten. Daarom gaat hij een mbo-opleiding elektricien volgen. Dit doet hij weliswaar om zijn activiteiten te verbreden en meer winst te maken. Echter, het is een ander soort werk en niet gericht op het up-to-date houden van kennis voor timmerman. Dus zijn het scholingskosten en geen bedrijfskosten. Meer weten? Ga naar belastingdienst.nl/zakelijk en zoek op studiekosten.